van de enige kind van zijn moeder, weet je wel. En dan staat, Christus staat ernaast en die geeft een hand en zegt hij, sta op. Uit de doden opgewekt. Het had oranje bruin en dikwijls petroleumblauw. Van Mathieu Wiegman en François Mes waren dus vrienden. Maar ja, we hebben veel meer, maar er waren onder andere vrienden. Het was een hele club. Hè. Maar trouwens hadden we ons nog een pater die eigenlijk tot de bergen te school hoorde. Ja, van der Meij. Van der Meij. Dat beeldhouwen en schilderen. Ja. Dit is 1970. Ja, ik denk het. Kan het iets eerder zijn? Nee, niet eerder. Nee, niet, zeker niet eerder. Ja, wel eerder, dat is wel eerder. Vind ik zo. Kom ik nog wel achter. Er heeft wat een beetje torenopachtige invloeden. Oh ja, ik heb zelfs een zakdoek nog bewaard. Laat me eruit. Je mag er best onderhand dingen over vertellen hoor, dat vind ik wel leuk juist. Ja, maar ik zit net de Dorothea te zoeken. Ik denk dat dit het Dorothea is. Ik ga eerst eventjes... Ook zonder overjols, hè? Even kijken. Zie je het? Sankt Dorothea. Wisk. Kun je er eens omdraaien? Dat je een beetje denkt aan de uren? Toch ook weer niet hoor. Nee. Hij is. Maar hij heeft er geen aureool, dat is uniek bij hem. Ja. Hij schildert bijna altijd. Nou, daar ook weer niet, zie ik nou. Ja, ik moet zeggen, er zijn er bij in vreselijk zoeken. Maar nou, zo'n heilige familie daar bijvoorbeeld, die vind ik weer uitblinken. Hele eigen stijl. Een beetje mijn initiatief geweest om dat hier bij elkaar te brengen. Hey. Deze is ook prachtig, zeg. Jongen, jongen. Die is mooi, deze vind ik. Een juweeltje daar. Dat landschapje, dat is net of dat nou ook zo is. Ja, dat is ook eerder. Kijk, daar schaamde hij zich een beetje voor, omdat hij, dat is profaan, hè? Ja, hij wou dan, hij wou moest heilig, alleen maar heilig zijn. Hij wilde heilige schilderen. En dat is een zelfportret van hem, dat staat ook gedateerd, hoor. Daar in het boekje staat. Hier heb je een kerstafbeelding. Studio. Heb je Petrus en Paulus. De familie had zo graag de schilderij, maar ik vind het zonde. Ik heb gezegd dat we dat toch zeker niet doen. We zijn er zo blij mee. Dit portret? Ja. 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 Er zijn veel Franse heiligen bij. Dit is ook heel typisch. Dit schijnt de dood van Sint-Joseph te zijn. Hier. Is dit een voorstudie? Dat is een voorstudie. Ja, maar dit moet ook zo zien. Christus vallen onder het kruis. Hoe prachtig. Ja, maar dat is... Oh, hier heb ik... Je moet kijken wat er is. Maar het zijn allemaal schetsen, allemaal ontwerpen, hè? Ja. Nou, moet je laag komen met mijn foto's. Hier heb je dus allemaal... Fotomateriaal. Ja. Dit is allemaal uit de kerk van Sint-Michel Schestel. Al. Hier heb je de kaart, denk ik, uit Amsterdam. Nee? Deze. Dit is in het Rijksmuseum. Ik denk de bruiloft van Cana. Oh ja. Staat er ook op hoor. Het wonder van de... Ik kan mijn brand doen. Ja, het is een Rijksmuseum. Was hij ook keramist eigenlijk? Nee, helemaal niet. Oh, dus dat nee, dat is niet van hem. Ja. Dat is van Niels Steenbergen. Nee. Dat is meer van zijn laatste. Daar heb je hem zelf, hè. Zijn portret zoals hij eigenlijk was tot zijn dood toe. Welke, die linker of de rechter? Hier, dit. Een foto. Hier is meer van de laatste bezoekjes naar Wiske. Dat is wel heel verschil met dit. Ik heb hem vaak, maar ja, er zit misschien wel 70, 80 jaar tussen. Ik denk 70 jaar minstens. Ik denk hier 18 jaar of zo.
Hier heb je de schilderij dat in Egmond boven de deur is. Deze. Schitterend. Dat is heel mooi. Het zit boven in de deur getekend. Schilderd. Ja, leuk. Wat mooi is dat. Wat heel leuk. Ja. En dit is allemaal uit het kapelletje boven. Dat is wonderlijk. Zal eerst even de muren. Ja, ik zit nog bij. Ik zit nog te spuien. Oh, dit is ook prachtig zeg. Welke heb je te pakken? Die bovenste daar. Die engel, die drie. Tobias en de, ja. Niet in de profeet Elia. Ja, die zag in de wolken de paarden. Dat heeft hij met dat schilderij van Dorothea ook, dat er in de lucht is, in die wolken, en dat er een engeltje in zit. Ja, hij heeft ook een engeltje, maar dat is niet zo mooi, hè? Dat heeft hij leuk, ja, dat, ja. Ja, en dat schilderij heb ik weer, daar zat een aantal dingen vies overheen geplakt, dan kwam er dat weer onderuit. Hij heeft ook die hele specifieke toetsen, met die kleine streepjes allemaal. Dan kan je toch ook zien dat die mensen als Cézanne en Van Gogh, dat die daar wel waardering voor hadden. Oh ja, ik zit maar eventjes te kijken. Oh kijk, hier had je die tentoonstelling. Dat weet niet bij welk jaar, hè. Oh, die tentoonstelling was in 76 hier in Oosterhout. 76 al? Ja. Is dat deel op Persia? Toen was hij 85. Dat is een mooi, die leidige familie, vind ik. Ja, dit is uniek. Ik heb er eentje aan de achterkant van glas geschilderd. Dat is uniek hoor. Moet je eens kijken, dat is eigenlijk meer een Franse techniek, hè? Ja. Die is aan de achterkant beschilderd. Maar typisch vrij van zo. Kijk, dat is allemaal van die kerken die hier ligt, hè? Dit, dat is allemaal dus denk Sint-Michielsgestel. Dit is Liduina, daar zie ik het. Edwina Legobert hier. Het wonder, die is de schaatsen gevallen. Even vroeger van die schilderijen in Sint-Michielsgestel, daar was een rector daaraan verbonden. En die was een enorme fan van Frère François. En die is pas kleiner gaan wonen. Maar die het ongeluk had om al zijn schilderijen die hij over had aan het klooster in Vaals te schenken. Onze medebroeders. Maar die zijn niet zo'n fan van hem, dus die verkopen daar weer. Laat maar zitten. Maar welke heb je nu te pakken dan? Dit. Ik zie dat blauw helemaal niet in het schilderij. Ja, maar die pot, die kruisen pot. Oh, gos ja, daar zie ik het pas. Och, mijn hemel. Hij is zo allemaal. Nee, dat kan de kind er wassen, maar het zit allemaal vol. Kijk eens eventjes. Allemaal vol met schetsen en met dingen. Dat is ook kloosterlijke zuinigheid. Hier, zie, allemaal. Want ze hebben ons gezegd, hier moet je heel zuinig op zijn, want dit is uniek. Ja. Want het is leuk en is, daar heeft hij waarschijnlijk, ik weet niet of hij dat zelf gewild heeft, die tekst doet soms mee. Hier moet ik eens kijken, hier. Je hebt gewoon een ontwerpje gemaakt in een boek. Wat grappig, het is gewoon dwars over de tekst heen. Dwars door het, maar ja. Die tekst doet mee. Ja. Ja, ik heb ook een dit boekje is ook nog leuk. Is ook nog, zie. Allemaal van zwartjes. Kunt u nog eens even doen? De eerste. Die is mooi, hè? Zo. Wonderlijk mooi, hè? Ja, dat moet ik wel zeggen, maar je ziet nou dingen die nooit iemand gezien heeft, hoor.
Het is uit Frankrijk gekomen en ja, het ligt hier te liggen, dus af en toe duik ik erin. Maar ik heb er te weinig verstand van om en ook te weinig tijd. Ja. Het is vakwerk, hè? Ja. Even te kijken. Kijk of ik nog een hele mooie kan vinden. Ja, maar we hebben zeg maar gewoon duizenden. Dit is een heel aparte techniek is dit. Heeft hij ook Jonkind gekend? Weet ik niet. Omdat hij dus ook in Frankrijk zat, hè? Weet ik niet. Kijk, dit is een hele aparte techniek. Moet je toch zien, dit is wonderlijk mooi. Dat deed hij met bladeren en met textiel werkte hij. Dus hij heeft zoveel technieken gehad. Het zijn allemaal schilderijtjes, alles wat je ziet. Dat zijn zijn drukken. Bijna, dus een zwart-wit is bijna nog mooier. Dus niet te geloven. Zelfs tot op zijn sterfbed stonden deze paneeltjes nog naast hem op zijn nachtkastje. Dan had hij nog kleine dingetjes op zijn bed te schilderen. Ik heb alles maar zuinig bewaard. Maar hier liggen hele mooie dingen. Dat is eigenlijk wat hierin zit. Ja, dat is uniek hoor. Dat is dus het leven van de heilige Elisabeth. En, nou dat is... Ik zal het maar niet fotograferen allemaal, want dan krijg ik nog een donder mee. Met onze app. Ja. Kijk. Eens kijken, dat is allemaal aquarel. Dat is... Oh, dit is van het hele boek, hè? Ja, zie, hier heb je de intekenlijst. Saint Elisabeth d'Auvergne. Par le Comte de Montalembert. Illustration du Frère François. Moi, Benitain, 1931. En dit was een druk. Dus zo werd dat dus met een formuliertje, zie ik nou niet erbij. Maar dit zijn dan de allemaal aquarellen. Kijk, meesterlijk mooi. Hè? Zie je eens? Prachtig. Alles vol. Nou, dit is schitterend. Schitterend. En hier heb je dan de zwart-wit in dit. Maar dat zou toch mooi zijn als daar gewoon een keer een uitgave van kan komen? Ja, maar dat is een kolderwaardig. En dit hoort ook bij het boek eigenlijk hoor, dat is allemaal bij het leven van Elisabeth. Dit zijn de, maar het is een heel aparte techniek. Want dit zijn geen drukken, dit is allemaal de originele tekeningen. Allemaal gouaches. Ja. Ja, maar een heel aparte techniek, moet je maar eens kijken hoe je dat gedaan hebt. Ja. Hij zei tegen mij, want ik heb heel veel voor hem gedaan, want als hij dan in Nederland terugkwam, dan ging ik zijn ezel, trouwens die heb ik uitgeleend naar een pater, voor wie is dat meestal zijn eigen schilderezel nog. En dan ging ik zijn ezel weer van het zolder halen en dan ging ik ze zelf weer een beetje installeren. Maar hier heb ik nog... Oh ja, hier heb ik nog een map met zogenaamd en in zijn ogen profanen. Dat we eigenlijk nooit gezien hadden van hem, zijn landschap. Hier zie ik het klooster van Wiska. Zie ik het klooster van Wiska in Frankrijk. Daar zijn we veel geweest. Typisch Frankrijk met die telefoonpalen. Blinnen. Hier heb je weer, zie je dat, is weer een studie van dit. Zo vind je altijd weer wat. Zie je dat? Ja. Weer van dat. Dat is weer een foto van het schilderij. Maar hier heb je weer een studie van het schilderij. Leuk. Ja, het is wonderlijk. Want eigenlijk was hij modern. Ontzettend modern. Voor zo'n man op leeftijd. Dat was een kut wel. Dit zijn drukjes. Dit zijn andere drukjes. Hé, wat zie je nu? De Heilige Geest. Nee, dat heb ik niet geweten. Dat is misschien mooi geweest. Want we hebben van het jaar van de Geest.
Dit is Tobias, zie je dat, met de vis. Dit doet denken aan Torop, hè? Ja, deze. Heel sterk, ja. Maar je moet ook zo'n boom eens zien. Maar er is veel, hè? Nou. Dit is een olieversie. Ik heb nog een olie. Is die gewoon in Frankrijk ter plekke geschilderd, hè? Ja. Maar hier hebben we het oude château van Wiesk, dat is wel leuk. Daar komen eigenlijk zo bij, onze monniken waren vluchtelingen uit Frankrijk, hè? Oh? Van dat klooster van Wiesk. Die zijn in 1898 is er een wet afgekondigd, en een zekere minister Combe, en die had de zogenaamde anticlericale wetten. Dus ze moesten het land uit of ze moesten actief worden. En dat hebben ze niet gedaan. Dan zijn ze via België, zijn ze, nee, Oosterhout. Omdat onze zusters hier al zaten. Wat heb ik hier aan? Ja, hier zitten nog tekeningen bij, daar zeg je, hé, waarschijnlijk is het nog van zo'n academietijd. Maar hier, dat is niet duur. Die zijn allemaal bewaard gebleven, dan zie je een schaapje en een dingetje. Oh ja. Hier is het heel vaag, staat het in Christus. Even kijken wat hier is. Er zijn weer ontwerpen voor kerken, zie je? Sint-Joost. Ja. Hier heb je weer Tobias met de engel, dat was voor hem ook een geliefd. Dat vind ik ook een schitterende Christus. Wow. Icoonsfeer. Ja. Maar hier moet je kijken, zeg, wat hoe fijn. Dit is, waarschijnlijk is dit Fatima. Zie, die vrouw, die is allemaal zieke op de voorgrond. Ja, wat het leuke is, dat is eigenlijk triest, heel triest. Toen wij dus met de begrafenis daar waren, toen zei de abt dus, je mag dat mee, dat stond ook daar. En je mag ook de litanie meenemen. Dus, want hij heeft tot laatst, toen heeft hij ook gewerkt aan de litanie. Alle afbeeldingen van de litanie van Maria. En die was er toch niet meer? Nooit meer kunnen vinden. Oh? Ja, die is waarschijnlijk toch gestolen. We hebben wel een afdruk van. Die allemaal van zwartjes. Heeft hij eigenlijk ook een kruisbergstatie hier geschilderd, dat u weet? Ja. In een kerk zeker of zo? Ja. Deze is ook ontzettend mooi. Dat is allemaal mooi, jongen. Ik heb daar nog niks gehinderd van dat dat gezichtje niet af is. Nee, dat is juist vaak boeiend. Ja. Kijk, dit is dan weer van vroeger. Ja. Maar zo gaat het allemaal door. Dit is ook weer door zo'n pagina heen geschilderd. Nee, toch niet. Allemaal. Hier is een beetje Japanse sfeer. Ja. Dat is inderdaad, dat is academiewerk. Ja. Allemaal, dus. Oh, even kijken. Grappig, hè? Een wonderbare visvangst heeft je ook heel veel van gemaakt. Ja, dit is dus een gebed zonder eind, hè? Ja. Opdracht in de tempel. Maar wel een mooi gebed. Ja. Dat weet ik niet. Maar, oh, dat is ook een prachtige kopie. Ja, dat is een mooie. Moet ik nog even kijken, dat vind ik zo bijzonder. Ja, dat heb ik Lenin ook gedaan. Ik denk het, ja, dat was toch weer niet naar zijn zin en zo. Ja, maar dan zijn er bij die andere daar in de laag veel mooier, hè? Die gaan allemaal onder en zo. Ja, er is ook niks weggegooid, hè? Nee. Kijk, het leuke is, hier heb je dan de blokken nog, hè. Hier zit zijn gereedschap nog in, van de houtsneders. Ja. Dan heb ik al zijn gutsjes en zijn rolletjes en zo. Ik heb hem meegesleept van Frankrijk. Ga eens even kijken. Kijk, nog dit open.
zien? Oh, ja. Ja, dat is natuurlijk slecht te zien dit. Nee hoor, dat gaat... Maar dat, daar heb ik wel de afbeelding nog van. Dat zijn allemaal, zie je, allemaal houtsneden, hè? Of linoleumsneden. De ene is mooi. Ja. Ja, dat was een geluk dat ik die vond daar in Frankrijk nog. Hier hoort een andere bij, die zie ik nou niet. Ja, oh, dit is eentje gedaan met hoog wit. Ja, dus is, ik denk dat die gebruikt is geweest. Ja. Er zijn nog veel meer hoor. Daar ga ik iets afbeeldingen van laten zien. Ook allemaal van hem. Dit niet. Dit weer wel. Ja, hij deed ook wel eens vaak over een plaatje heen weer, hè? Ja. Al die kloosterlijke zuinigheid. Zitten we nou mee? Ja. Nou, je hebt niet te klagen over het wat hij achtergelaten heeft in ieder geval. Ja. Kijk, hier heb je een soort Dorothea. Ook een mooie. Ja, zeker. Hoe kwam hij zo speciaal op die Dorothea? Weet ik niet. Gewoon persoonlijke favorieten te vallen. Ja. Ik heb het nooit open gehaald eigenlijk. Er staat ook niks een nieuwe plaat. Oh, die gaat gewoon klaar liggen. Ja. Wat zijn. Waar zit hij in? Kan er niet in. Ik moet het tabletje pakken. Kijk. Weer door. Madonna en kind, Sint Joseph. Heb je binnen de Paulus met de sleutels. Dit ken ik helemaal niet. Oh ja, dat is met Belgische gedicht. Zeker. Woest, hè? Ja, nou, zo'n leeuw. Ja. En hier heb je zoiets heb ik altijd wel voorgesteld bij Paulus. Dat je zegt, het is niet echt een... Dit is een engel. Dit is een engel. Leuk dat je die platen nog hebben, hè? Ja. Het is een kerstafbeelding. Dit is weer een engel. Nee, toch? Jawel, een engel.